Hij doet weer submission. Ah, nee! Nee! What up, the pop YouTube? Super duper tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan verder met onze Pokémon Let's Go Eevee Nuzlocke Challenge. En ik moet uitkijken voor die man daarboven, want ik wil niet met hem battelen, want als we met hem battelen, dan zijn we in de shaak. Na de vorige aflevering konden jullie kiezen of ik met Hunter of met Kingler verder ga in de... Oh, ik moest ook niet met hem battelen in dit avontuur. En de uitslag was overweldigend. Oh, ik moet hier naar binnen. En hier naar buiten. Met ongeveer 50 tegen 20 stemmen heeft namelijk Hunter gewonnen van Kingler. Maar ik denk dat Kingler wel degene zou zijn dat als er een Pokémon doodgaat in deze Nuzlocke Challenge, dat Kingler wel weer terug gaat komen, jongens. We moeten hier naartoe. We moeten namelijk naar de Sylph Company. En ja, want er staan hier allemaal Team Rockets gastjes hier zo in deze stad. Trouwens echt super tof, hè. Zo op de rug van deze Hunter. Dat is echt awesome. In deze stad zijn twee gyms. En de ene gym is de officiële gym. Dat is deze gym. En de andere gym is de onofficiële gym. En dat is deze gym. Hier kunnen we Hunter wel eventjes keigoed gaan trainen, jongens. Let's gizzo. Want hier is namelijk allemaal fighting type Pokémon. En Hunter kan natuurlijk niet geraakt worden door fighting moves. En dat is super nice. Primeape in the building. Ik hoop maar dat Hunter niet doodgaat. Ik hoop dat Hunter sterk genoeg is dat hij het allemaal een beetje overleeft. En dan, dan gaan wij gewoon lekker een schaduwbal doen, jongens. Shadowbal. Ja, zie je? Hij doet een low kick. En die kan mij lekker niet raken. Primeape kan mij niet raken. Hii, karate chop gaat me ook niet raken. dit is super nice. In deze stad is het sowieso super nice om een Hunter te hebben, jongens. Want ook de volgende gym is een Psychic-type gym. En ja, dat is wel leuk om daar ook een Huntertje te hebben. Het enige waar we wel voor moeten uitkijken daar is dat ze geen Dark Moves op mijn bakkes gooien. Want als ze Dark Moves op mijn bakkes gaan gooien, dan heb ik wel echt een groot probleem. Maar goed, laten we daar allemaal maar niet van uitgaan. Laten we ervan uitgaan dat het allemaal helemaal goed gaat. In deze gym gaat het in ieder geval lekker. Kijk, nu is een Graveler. Graveler kan me natuurlijk wel gewoon raken met zijn stenen, grondtype moves. Go Troll! Waarom heb je een Graveler? Zal ik Sucker Punch doen? Let's go, Sucker Punch. Ja, doet niet zoveel pijn. Rock Slide doet waarschijnlijk wel veel pijn. Dat dacht ik al. En ik heb Eevee nodig. Ik heb Eevee keihard nodig. Ja. Oké. Dat ging toch wel eventjes moeizaam. Ik moet toch niet zo heel erg blij doen met mijn Graveler. Dit kan ik wel allemaal overleven. Gooi maar even een bouncy bubbeltje, Eevee. Op z'n bakkes. Hoppakee. Ja, Eevee is zo goed, hè. Is niet meer gezond. Hoppakee. En dan weet ik dat een van die trainers hier ook een Poliwrath heeft. En dat zou ook nog wel eens een lastig ding kunnen worden, die Poliwrath. Black Belt Hideki. Kom, doe jij even. Kijk, deze guy heeft dus een Poliwrath. Ik ben benieuwd of we dit wel kunnen gaan fixen. Hopelijk meer dan de helft van zijn HP eraf. Hoop ik. Oké, dit gaat best wel oké. Hij doet nu een Bubble Beampy. Ja, daar word ik niet ge-one-shot door, toch? Nee, precies. Lekker bezig. Nog een Shadow Ball. Het enige nadeel is dat ik nu gelijk door moet naar Battle 2. En ik ben dan wel heel erg benieuwd tegen welke Pokémon dat dan gaat zijn. Kijk maar, die volgende guy komt nu gelijk op me aflopen. Yo, zomaar sluiten jullie mij in met z'n allen. Black Belt Mike heeft een Machoke. Oké, zolang Machoke geen hele gekke aanval heeft, moet dit lukken. Dat hij niet opeens komt met Earthquake of zo. Dan ga ik huilen. Als dat gebeurt, ga ik huilen. Kom op, troll. Shadow Ball. Oké. Karate Chop. Oké. Gelukkig. Karate Chop doet mij niks. Doet mij helemaal hartstikke niks, jongen. Oké. Bye bye, Machoke. Duurt trouwens wel echt lang voordat we die Hunter levelen, jongens. Man. Oké, nog een potion erop. Bam. Kan die trouwens ook gebruik maken van Sky misschien? Want Fighting Attacks zijn natuurlijk ook not very effective tegen Fly Pokémon. Zal ik dat? Ik ga gewoon proberen, want ik wil dat Sky ook een keertje gaat evolueren. I want my Pidgeot! Hello, Karate Master. Let's go! Deze guy heeft dus die Poliwrath. Oké. Interessante matchup. Die Poliwrath is 2 levels hoger. Kan hij Mirror Move doen? Maar nee, oké, ik ga gewoon voor Wing Attack. Ik ben sowieso sneller, dat is lekker. Ja, oké, super effective. Maar niet de helft van zijn leven is weg. Submission, die is not very... Oké, let's go. Ik doe Roost. Ik ga eventjes healen. Man, die submission was sterk. Oké, die had ik niet zo snel zo verwacht als ik heel eerlijk ben. Hij doet weer submission. Ah, nee! Nee! Nee!
RIP Sky! Hoe is dat super effective? Holy crap! Hoe? Ik snap het niet. Fighting type moves horen niet super effective te zijn tegen flying types. Deze gast sloopt gewoon mijn freaking Pidgeotto. Die voor... Oh my god. Dit leek me gewoon veilig, man. Wat zie ik over het hoofd? Oh my god, ik weet het al. Pidgeotto is ook een normal type Pokémon. Waarom is Pidgeotto ook een normal type Pokémon? Waarom is een vogel een normaal type? Waarom is een vogel niet gewoon een vogel? Kak. Oh my god. Ja, jongens, jullie zien het in de overlay. Pidgeotto is officieel dood. Nu mogen we dus een fighting type Pokémon meenemen. En dat kan Hitmonlee zijn of Hitmonchan. Oh my gosh. Oké. Nou ja, ik ga gewoon voor Hitmonlee, man. Ja, kom maar. Je mag mee. Oh, ik ben zo sad nu. Jeetje. Ja, daar ga je, Pidgeotto. Je bent officieel dood. Oh my god, ik mag hem niet meer gebruiken. Wat overigens wel betekent dat Kingler weer terug is. Ja, dat dan weer wel. Oh my god, ik denk ik ga hier gewoon even rustig mijn Pokémon trainen. En dan vergeet ik dat freaking Pidgeotto een normal type Pokémon is. Oh, Pidgeotto is weg. Ja, dat is hoe het gaat. Eén foutje, één keer iets vergeten. En het is klaar. Het is helemaal klaar met je Pokémon. Oké, let's go. We gaan door naar de Silph Company. Ja, we moeten verder, jongens. We moeten verder. Dit soort ongelukjes kunnen gebeuren. Mogen niet gebeuren, maar gebeuren toch gewoon. Jesse en James zeggen, waarom laat je ons niet naar binnen? En die gaat even een paar klappen uitdelen. Hoppakee. En James rent er dan achteraan. Die zegt, Jesse, wacht op mij. Ja. We gaan dit avontuur verder zonder Pidgeotto. Volgens mij moeten wij nu een battle gaan doen tegen Nuzzy. Hallo mevrouw, het gaat niet echt goed hier zo. Ze zegt, het is een disaster. Er zijn allemaal problemen hier zo in ons kantoor. En Blue komt ook gezellig binnen. Yo, Blue. Nou, ik hoop maar dat Blue niet nog een Pokémon kapot maakt, jongens. Ook niet dat iemand even vraagt van, waarom heb je die Team Rocket outfit aan? Hoor jij soms bij Team Rocket, Rick? Wij gaan Team Rocket stoppen in mijn Team Rocket outfit zonder Pidgeotto. Dat is hoe het gaat. Blue zegt, één van ons moet de baas gaan zoeken. De andere moet hier wachten. En de andere moet naar de Pokémon League. En Blue gaat naar de Pokémon League. Alleen, we moeten bewijzen dat wij het waard zijn om dit te fixen. Dus we moeten nu tegen Blue gaan battelen. Ik heb Eevee maar gewoon vooraan gezet voor de zekerheid. Ik wil niet dat er nog iemand kapot gaat. Hoppa, daar is die. Juist. Nou heb ik niet zulke... Oh ja, Baddy Bad kan ik doen, denk ik. Baddy Bad is volgens mij super effective tegen Exeggutor. Ja, super effective. Level 38 trouwens. Holy moly, level 38. Dat is drie levels hoger dan mijn sterkste Pokémon, hè? Jongens, hebben we even door wat hier gaande is? Ik begin me af te vragen of ik wel ready ben voor deze Nuzlocke Challenge. Psychic op mijn bakkes. Dat doet altijd super veel pijn. Kom op. Oké. Baddy Bad. En fix deze Exeggutor, Eevee. Lekker gedaan. Die is in ieder geval neer. Oké, maar hij heeft nog een Pokémon. En volgens mij was dat een Charizard? Eevee groeit in ieder geval een leveltje naar level 36. Top. Oké. En Beach Boy groeit nu ook naar level 30. Die is een leveltje omhoog. Dat is nice. En nu krijgen we dus inderdaad met een Charizard te maken. Ik durf niet Beach Boy in te zetten, man. Ik denk dat Charizard ook te veel levels hoger is. Level 40. Jongen. Ik ben zo niet ready hiervoor. Doe maar even een Hyper Potion op Eevee dan of zo. Ah, dit is... Heatwave. Doe alsjeblieft minder dan de health damage. Oké, hij doet minder dan de health damage. Dat betekent dat ik veilig in ieder geval een bouncy bubble nu kan doen. Charizard is wel sneller. Alsjeblieft, burn mij niet, jongen. Oké. Ik kan één keer een bouncy bubble doen. Hoeveel HP zal ik terugkrijgen nu? Ja, niet genoeg, man. Dit is lange na niet genoeg. Nee, dit is bij lange na niet genoeg. Ik moet er nog een Hyper Potion op gooien op Eevee. Oh my god, dit is spannend. Dit is zo spannend. Nice. Charizard raakt mij niet. Dat is top. Oké. Bouncy Bubble. Eerst een Heatwave overleven. Dat doen we. We overleven de Heatwave. Kunnen we hem nu finishen? We kunnen hem nog niet finishen. Maar als het goed is, heb ik nu genoeg HP om zijn volgende Heatwave te overleven en hem wel te kunnen finishen. Deze Charizard van freaking level 40 die mij kapot moeilijk maakt. Yes!
Oké, we overleven dit. Hebben we hem gefinished? Yes! Yes! No more casualties, jongens. Niet nog meer Pokémon down. Man. Oké. Blue, thanks voor deze toffe ervaring. Maar ik ben blij dat die erop zit. Steenkop groeit naar level 33. Queen groeit naar level 33. Dat is wel allemaal top. En Troll groeit naar level 34. Iedereen gaat een leveltje omhoog. Man. Blue zegt, oké, je bent er klaar voor. Ik heb er een goed gevoel over. Ik laat dit over aan jullie. Nu gaan Blue en Nuzzy battelen en wij kunnen door. Oh my gosh, maar eerst even wat dingen inslaan. Even naar de Pokémarkt om eventjes wat meer Hyper Potions te gaan halen. Ja jongens, vergeet dus nooit dat Pidgey, Pidgeotto en Pidgeot ook gewoon een normal type Pokémon zijn. Zo, ik laat dus even Golem achter me aanlopen. Oh, of achter me aanrollen. They see me rolling. They hate it. Weet je wat? Pixie, kom jij even achter me aanlopen. Dit ziet er gewoon freaking mooi uit, jongen, deze Pixie. Oh, deze aflevering, man. Oké, ik dacht misschien is het leuk om te laten zien welke Pokémon er nu kapot zijn. Dat staat nu aan de rechterkant in mijn overlay. Rippmolode, dat is Diglett en Sky. Pidgeotto. Rest in peace, my buddies. Oké, let's go. We gaan weer naar binnen in de Self Company. Pak de Pokéball. Een X Special Attack. Ga ik nooit van mijn leven gebruiken waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit. En dan gaan we hier naar boven. En dan gaan we proberen om onze weg door de Self Company te vinden. Zonder nog meer Pokémon te verliezen. Gelukkig is iedereen net wel een level up gegaan naar level 33 en 34. Inmiddels is onze Kingler weer terug. Beach Boy die is level 30. Eevee die is ondertussen al level 36. Dus dat gaat ook lekker. Let's go Eevee. Pak hem aan. Man, dat was nog wel even spannend net, zeg. Met die Charizard ook van level 40. Holy macaroni, jongens. Hoppakee. Eradicate is paralyzed. Lekker. Nu moeten we weer terug naar die good vibes, jongens. We moeten weer terug naar die good vibes. We moeten weer eventjes gewoon... moeten deze aflevering wel even goed afsluiten. Moeten we even positief worden allemaal. Eradicate is er nog steeds niet down. Freaking Eradicate, jongen. Freaking Eradicate. Waarom blijf jij leven? Kijk, nu ga je wel kapot. Bye, Eradicate. 3 aanvallen hebben we gewoon nodig, hè, voor deze Eradicate. De tegenstanders worden sterker. Ze beginnen echt beter te worden. 478 XP, dat is chill. En door, kom op. Door naar de volgende. Lekker veel XP verdienen hier zo, want mijn Pokémon moeten sterker worden. Daar zijn we wel achter gekomen. De volgende Team Rocket Grunt heeft 3 freaking Pokémon. En zijn eerste Pokémon is een Koffing. Dan moeten we sowieso even door met Glitzly Glow. Want die is natuurlijk super effectief tegen Poison-type Pokémon. Let's go, Eevee. Pak hem aan. One shot. Op je bakkes. Hoppakee. Lekker. Doei, Koffing. En nog een Koffing. Oké, helemaal goed. In principe zouden we dit ook Hunter moeten kunnen laten doen. Want Poison is natuurlijk not very effective tegen Ghost. Maar goed, weet je, we hebben nu hier zo Eevee en het gaat lekker met Eevee. En Eevee is ook onze sterkste Pokémon. Nog een Koffing. Jongens, ik hoop wel dat jullie straks ook met andere Pokémon komen, zodat ik ook mijn andere Pokémon hier kan trainen. Glitzly Glow, let's go. Bam! Het is wel goed om hiermee te starten met Glitzly Glow. Want Glitzly Glow is tegelijkertijd een lightscreen wat je teamgenoten beschermt als je teamgenoten nodig hebt in de rest van je battle. Oké, hoppa, die is ook verslagen. Pokéball oppakken. Kablam. Super potion in de pocket. En go. We kunnen hier nog naar binnen. Hier staat een scientist. Die scientist wil sowieso ook met mij battelen. Zie je, dat wist ik nog, jongen. Jij bent echt een snitchy. Jij werkt hier en je gaat nu Team Rocket helpen. Jij bent echt een snitch, Jerry. Kan je niet maken met je Electabuzz. Het liefst zou ik nu natuurlijk gewoon wisselen naar Golem. Maar ja, ik weet niet of dat echt opschiet. Hij doet een Thunderbolt. Ik denk dat hij redelijk pijn gaat doen. Ja, zie je, dat doet toch wel aardig wat pijn. Hij is ook level 36, dus dat zijn geen grappen. Deze Electabuzz, is level 35, maar alsnog. Geen grappen met deze Electabuzz, jongens. Kijk, ik zou gewoon kunnen wisselen nu naar Steenkop. Come on! Thunderbolt, zie je? Dat toppakee, daar hebben we helemaal geen last van. Dan kunnen wij lekker Earthquaken. Oh, nu ga je over naar Swift. Oké, nu ga je over naar Swift. Je hebt door dat het niet werkt. Maar ja, Swift is ook niet zo sterk tegen mijn freaking Golem, jongen. Hier voor jou. Die op je bakkes, jongen. Dag, Electabuzz. En Pixie, onze Ninetales, groeit ondertussen naar level 34. Alright, oké. Hoppa. X-Attack. Oh, ik hoef al die items niet, jongens. Wat moet ik nou met die items? Let's go. We gaan naar boven. Hoppa. Nice. Wat vinden we hier? Daar staat een trainstertje. Hier kunnen we niet naar binnen. Daar hebben we de key voor nodig. Ja, dat is prioriteit nummer 1 om de key hier zo te zoeken. En deze gast zegt, tot hier en niet verder. Ja, dat zullen we nog wel eens zien, vriend. Met je Ghastly. Ghastly. Pak die Ghastly met Baddie Bad. Let's go! Bye bye, Ghastly. Ik maak voor mijn gevoel niet heel veel foutjes in Pokémon Battles, maar... Toch,
Ik mis Pidgeotto. Hebben jullie dat ook? Missen jullie Pidgeotto ook? Ja, ik ga niet wisselen naar mijn Hunter. Nee, ik ga niet verleid worden door te wisselen naar mijn Hunter. Want je zou denken, nou dat is goed, dit is een normal type Pokémon. Maar Persian kent ook dark type moves en dan is het gewoon einde verhaal. Het is gewoon een einde verhaal voor Hunter. Dus, wat gaan wij doen? Wij gaan Bouncy bubbelen. Zie je? Kijk, hoppa, feint. Maar goed dat we dan niet hebben gewisseld naar de Hunter, jongens. Bouncy bubbelen op Persian. Beetje HP terugverdienen. Kijk, hoppakee, lekker. En gewoon nog een bouncy bubbeltje erbovenop. Oeh, en dan is hij bijna down, maar net niet helemaal. Hij doet slash ondertussen. Helemaal prima. Dit is niet zo'n hele sterke Persian. Deze is niet zo sterk als de Persian van Giovanni, jongen. Die was wel een stukje sterker. En we sluiten af. Bam! De Buzzy Buzz op zijn bakkes. Bijna level 40, jongens. Bijna onze eerste level 40 Pokémon. Nu is het natuurlijk wel zo dat Beach Boy qua level een beetje achterloopt. Die is pas level 30 nu volgens mij. Dus die loopt wel een beetje achter op de rest. Ze moeten hier gewoon flink gaan trainen. Zodat ook Kingler Beach Boy weer een beetje terugkomt op zijn niveau. Het gemiddeld level van al die Pokémon hier is toch wel level 33, level 34. En ik verwacht dat deze Grimer geen probleem is voor mijn Eevee. Nee hoor, helemaal niet. Ik ben benieuwd of jij nou een tweede Pokémon hebt die ik makkelijk kan slaan met een van mijn andere Pokémon. Of dat ik echt alleen maar met Eevee aan de gang ga hier zo in Self Company. Koffing, ja zie je, dan moet ik het toch met Eevee blijven doen, jongens. Hallo, Glitzyglow. Het is niet anders. Deze manier gaat gewoon het snelst. Hoppa. Bye bye, Team Rocket Grunt. Oké, ik ga nog één battle opzoeken, jongens. Nog eentje. Hier naar boven. Wie wil er nog met mij battelen? Hier iemand? Pak even jouw Pokéball, ja? Dankjewel, 3 Ultra Balls. Top. Super. Freaking Scientist. Oké, ik ga met jou battelen, Scientist. Ik wil al die Pokéballs hebben hier zo. Hij zegt, jouw Pokémon hebben zwakke punten. En ik ga ze vinden. Oké, let's go. Toon maar aan welke zwakke punten mijn Eevee heeft dan. Freaking Weezing, jongen. Kom jij nu gewoon met 3 sterke Pokémon hier? Ik weet sowieso het zwakke punt van jouw Weezing. Level 35 Weezing. Oké, ben jij een van de sterkere trainers hier zo? In deze freaking Self Company? Protect. Hij protect zichzelf. Hij gaat verdedigen. Ik dacht dat jij op zoek ging naar zwakke punten bij mijn Pokémon. Niet dat je je eigen Pokémon ging verdedigen. Wat is dit? Wat is dit nou, man? Wat is dit nou? Ik had hoge verwachtingen van jou, Scientist. Hij doet een Psybeam. Oké, Psybeampie erop. Dank u. Glitzyglow. Komt-ie. En dan is het einde verhaal van Weezing. Later! Weezing gaat mij wel veel XP geven, denk ik zomaar. Kom maar. Geef maar. Kom maar op. 601 XP. Lekker. Dan, een Electrode. Dat is een prooi voor Steenkop. Level 35 ook trouwens, hè. Die Electrode is 2 levels hoger. Ik ga gewoon voor Earthquake. Hij doet Screech. Serieus? Mijn defense harshly fell. Jij wil zeker nu hierna wil je self-destruct gaan doen. Maar je bent te laat, vriend. Want mijn freaking golem maakt gehakt van jou. Lekker! 601 XP. Welke heb je nog meer dan? Een Electabuzz. Oké. We blijven bij golem. Electabuzz heeft denk ik dan alleen Thunderbolt, Swift en wat heb je nog meer voor moves? Ben je sneller? Je bent sneller want je doet een quick attack. Prima. Prima, jongen. Doe lekker quick attack. Doe maar. Ik doe Earthquake. Hier, een aardbeving op je hoofd. Doei! Ha, nice. Oké, Golem is er lekker op weg, jongens. Golem doet lekker mee. Electric-type Pokémon zijn geen tegenstand voor mij. 601 XP. Steenkop groeit naar level 34. Dus dit gaat lekker. Dit gaat heerlijk. En ook Beach Boy. Ja, Beach Boy level 31. Top. Goed dat je weer mee bent. En later, meneer de Scientist met je kapotte bril, pak ik nog eventjes hier dit itempje op. Ik heb 3 grote ballen gevonden. En Pokéballs zeker. Ja, 3 Pokéballs. Eerst Ultra Balls, dan Great Balls en dan Pokéballs. Ga ik hier doorheen. Kijk even waar ik uitkom. Zijn we een beetje op de goede weg nu? Geen idee. Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Man, wat was dit een spannende aflevering. We zijn helaas Sky kwijt. Onze Pidgeotto is verloren dankzij een foutje van mij. Waarom ben je ook een normal type Pokémon? Maar daarentegen hebben we wel een Hitmonlee gekregen en Beach Boy is weer terug in ons team. En ik weet dat toch wel veel van jullie ook Beach Boy graag in mijn team zien. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze aflevering. Abonneer op mijn kanaal als je meer Nuzlocke en Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!